Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij Assassin's Creed Unity. De vorige keer zijn wij hier geëindigd op het dak. Ik heb nog even wat aan mijn uitrusting gedaan. Dus ik heb een paar andere kledingstukken en andere wapens verzameld of gekocht. Zodat ik die kan gebruiken. Dus ik ben ietsje sterker. En laten we nu eens even kijken wat we kunnen gaan doen. Kijken op de kaart. En dan zien we van alles verschijnen. Maar de volgende missie hebben we hier. Dat is promotie. Na bijna een jaar getraind te hebben is Arno eindelijk klaar om een volwaardige sluipmoordenaar te worden. Hij hoeft nog maar één laatste oefening te voltooien. Nou, lijkt me goed dat we die eerst doen. En dan kunnen we altijd nog even verder kijken wat we nog meer kunnen doen in de regio. Dus, ik zie daar nog een kist. Die pakken we ook mee. Kun je wat er voor leuks in zit. Wat hebben we er voor moois gekregen? Ah, gewoon 100 frank. 100 frank! Ik heb net wel, ik heb meer dan 1000 uitgegeven net aan al die kledingstukken. Maar goed, laten we snel naar de volgende missie gaan. Promotie, dus waarschijnlijk de laatste trainingsmissie dan, vermoed ik. Het is rustig op straat hier tenminste, aan deze kant. Redelijk rustig. En we gaan gewoon, oh, ik mag hier niet langs? Kom op. Nou, dan pakken we dit raam gewoon. Dat moet lukken, zie? Dat werkt wel. Er is een alarmbel in dit gebied. Nou. Ik hoop niet dat het ons erg in de weg gaat zitten. Ik vind het echt zo genieten hier. Ah, kijk, daar zit onze grote vriend. Nou. Spelen. What's the mission? Mission. Let's get your arse in position. Don't ask questions, Bispot. I live to serve. Oké. De moeilijkheid van de missie wordt aangegeven met diamanten. Hoe meer diamanten, hoe moeilijker de missie en hoe sterker de vijanden. Het niveau van je speler wordt ook weer gegeven in diamanten. Hoe meer diamanten, hoe hoger je niveau. Het kopen van nieuwe vaardigheden en betere uitrusting verhoogt het niveau van je speler. Nou, ik heb allemaal niveau 2 spullen gekocht de vorige keer. Dat leek me de eerste logische stap. Dus dan moeten we dit toch wel kunnen handelen. Hier moeten we naar beneden. Even kijken. Nou, doen we dat toch. Oh. En. Oké. En rust. Niks aan de hand. Hey. Someone there? Nee, er is niks iemand. Niemand in de buurt hier. Draai anders even om, want ik sta nu erg ongelukkig. Ik had aan de andere kant van het hekje willen belanden eigenlijk. Well then, where did it... Ah, never mind. Toe maar, dit gaat niet heel handig. Ik kan beter hier overheen gaan. Zo. En dan wachten tot de kerel zich omgedraaid heeft. Oké dan. Daar valt iets te saboteren. En hier hebben wij dus die ene kerel. Do I need to deal with you? Waarom staat hij daar nog steeds gewoon zo? Oké. Oké dan. Dat is 1. En dan. Hebben we daar een. Nog één gozer. Maar die hele bel. Die moeten we ook saboteren. Maar het is natuurlijk lastig als daar die ene gozer staat. Niks aan de hand. Something's not right. Niks aan de hand. Hij is me meteen alweer kwijt, dat scheelt. Nou, dan moeten we even kijken of we van deze kant kunnen langs gaan. Dan loop anders even hier naartoe. Doe dat maar, ja. Heel goed. Heel goed. Ja, die ene gozer die daar bij die hoek staat. Die kunnen we beter eerst pakken. Je kunt natuurlijk ook als een dol op afrennen en ze gewoon een lel geven. Hebben ze hem nu gezien? Oké, die alarmbel is er ook nog, hè? Dat is lastig. En die gaat die alarmbel rinkelen. En dat moeten we niet hebben. Ja, verdorie.
Kunnen we die alarm wel nu ook saboteren nog? Yes. Mooi. Opgelost. Lord Guillaume de Roussel has generously agreed to our price of 40%. An act of desperation. What about the priest? He'll come around. Your confidence is infectious, Siver. My boys will have the wagon ready. Here are the details. Make sure it goes smoothly. Of course. Make sure that it goes smoothly, cretin. Murder! Murder! These bastards always have bodyguards. Well. Oh, opgelost. Next time, do that before he starts screaming. Why do we hang about here when Siver still lives? He killed Monsieur de la Serre. Patience. Siver is not the target. Not today. Oké, we moeten uit het gebied ontsnappen. We kunnen rookbommen selecteren. En laten vallen. Rookbommen verhullen je voor de vijand. Oké, prachtig. Give him a smoke guy. En here we go. Wegwezen. Nou, die hebben we niet heel erg geholpen. Zie, ze hebben ons toch gezien. Nou, ga eens naar binnen hier, vriend. Ah, man. Hij is aan het springen. Kom, even naar binnen. Ik wil niet om het raam, ik wil er doorheen. Ja, heel goed. En wat gaat hij doen hier naartoe? Oké. En dan... hier langs. Oh, hij is hier al. Oké, okay, gaan we hier naar beneden. Nou, gaan we die ook even pakken. Hopsakee, opgehoepeld. Waarover mag ik nu niet? Ik moet gewoon ontsnappen. Nou, laten we dat maar doen dan. Ja, dit had ik waarschijnlijk beter kunnen doen. Oh, er zijn nog meer gasten wakker geworden. Snel deze kant op. Hoejee. Allemaal bewakers overal. Ik volg mijn grote vriend die kant mooi op. Ja, dit had veel netter gekund, maar goed. Is het gelukt nu? Hé? Hey? Waarom blijven we hier staan? Het is gelukt. Oké, okay, heel goed. En nu gaan we weer. Vol het water in. Merde. Patriots. These imbeciles will pick a fight with anyone. Try not to draw their attention. Shouldn't we stop them? Stop them. Avoid them. Doesn't matter. There's always more fanatics. Can't save everyone, Pisspot. See? Die rooien. Well, there's a cheery thought. Gaat hij me aanvallen? Nee, toch? Oké. Okay. Die rooien die vallen dus mensen lastig. En ze worden betaald door de tempeliers. Ze herkennen mij en overal kunnen ze me aanvallen. Oké okay, dan. Remy found Monsieur Apinon's body in a courtyard not far from here. Stab through the throat. Oké, okay, we moeten ons niet hebben, toch? Nee, ze hoeven ons niet te hebben. Laten we eens even lekker gaan. Gaan we mooi direct achter... achter hem aan. Nou, het rennen gaat me vandaag inderdaad niet zo makkelijk af. Hey, joh, doe niet man, niet zo zeuren. Ik ga toch goed. Ik heb gewoon wat ruzie met de controles op dit moment. Oké. Okay. Hij is daar alweer hoor. Hij heeft er goed de vaart in. Hij blijft maar gewoon 30 meter voor me, hè? Dat betekent dat ik gewoon echt super traag ben. Wat?
Het is wel leuk om zo over die daken te rennen. Dat is echt fantastisch. Dat verveelt ook niet snel. Ga weer maar heen, joh. Need a break? Oké, dan. Even kijken. Wachters, die vallen eerst de extremisten aan. Dat zijn de blauwe. En goed, wij moeten gewoon conflictvermijdend zijn, hè. I'll still be running when you're dead. Ja, ja, ja. Ik negeer die lui, toch? We gaan gewoon lekker die kant op. Ik weet niet waar we helemaal naartoe gaan. Maar toch. Het is mooi weer, dus ik vind alles best. Waar is hij nou? Waar is hij naar beneden gehold? Ik moet ook opletten. Hoe gaat de riool in? I can't believe this. We've not seen Sivir for a year, and you're letting him walk. All because his name wasn't on a bloody piece of paper. The timing's not right. Too many variables, too many loose threads. And if we lose him again? He'll be at Notre Dame tomorrow, if he keeps to the schedule we found. Arno, hello. Hallo. In winkels kun je je gereedschap, munitie en medicijnen aanvullen. De winkels vind je vaak vlakbij snelreislocaties en in clubhuizen. Je vindt nog meer winkels door uitkijkpunten te synchroniseren en zo meer van elkaar te zien. Nou, prima. Hartstikke mooi. So what happens next? We take this ledger full of Templar records to Mirabeau. Three more Templars killed last night. How are? Wasn't us. You don't seem terribly fond of him. Each other like it was going out of fashion. He's a politician. A Templar sees himself as a great peacemaker. Would this complicate things? He thinks he can end the war between assassins and Templars, bring the revolution to a happy conclusion, and convince dogs and cats to live together in peace. And that's bad? It's a self-aggrandizing pipe dream. Templars are at their weakest since Jacques de Molay. Oh, we zijn er al. Well, the customs agents of France can rest easy. Arpinot's dead. Shaking down imprisoned nobles seems a bit out of his oeuvre. What are the Templars up to? If we hadn't spent the last year hobbled by your damn truce, we might know that. He has a point, Honoré. The truce was with Grand Master de la Serre. The man's been dead for 2 years. Whoever's in charge now, you can be certain they aren't sitting idle. We might have learned more had we not allowed Sivert to escape. Sivert was there? I know your heart is set on keeping the peace, but bringing Monsieur de la Serre's killer to justice would count for something, wouldn't it? Yes, it would. But do not confuse your personal vendetta with a sound strategy. If he wants to kill Templars, let him kill Templars. I've done him all I can. Boy's ready. Very well. Assassin. I charge you to go to Notre Dame de Paris and to find there the Templar agent, Charles Gabriel Sivert. You will learn his secrets, and when you have done so, you will bring him peace in accordance with our tenets. Okido. Dus dat wordt onze volgende stap. Oké, prima, dat vond ik aardig. Nou, nu moeten we die ene gozer dus kapot maken. En waarschijnlijk zien we dat hier, juist. Even kijken, even een beetje inzoomen. Dit is de... Is dit Notre Dame? Nee, vlak voor de Notre Dame. Bekentenis. Nou, dat doen we de volgende keer. Ik vond het wel weer mooi zo. Ik ga nog heel even kijken hier buiten, of we nog wat leuks kunnen vinden. What cheer, my friend? Nee hoor, niks. We gaan even naar buiten. En yes... Oké, goed. We zijn weer buiten. Hartstikke fijn. Kan ik hier naar boven meteen? Tof. Nou, ik ga niet de volgende missie nu doen. Dat doe ik de volgende aflevering. Ik kan heel even op de kaart kijken of we nog wat leuks kunnen vinden. Even kijken. Wat hebben we nog? De cultus van Baphomet hebben we nog. Hier hebben we... Koppie. Dat zijn allemaal missies. Die zijn wel leuk om te doen. Maar niet nu...
Laten we eens even kijken naar... Nou, bijvoorbeeld even wat kisten pakken. En we zijn nu... ik weet niet waar we zijn. Ik ben nu alweer de kluts kwijt. Waar zijn we nou? Oh, we zijn daar. Oké. Okay. Oh, dan gaan we hier het uitkijkpunt even pakken. Dat is wel leuk. Kijk hier. Dat is een mooi moment om er een punt achter te zetten. Gaan we hier even naartoe lopen. En dan hebben we even een mooi uitzicht over dit stuk van de stad. Dan heb ik ook trouwens vaardigheidspunten erbij. Dat vind ik ook nog even leuk om te bekijken. Ja, ik heb er 2. Dat is ook cool. Kan ik nog iets met sluipen doen? Want dat vind ik altijd cool. Vermommen. Kost 6. Opgaan in de omgeving kost 1. Gemeenschappelijk instinct. Een dubbele moord heb ik al. Opgaan in de omgeving. Dan kun je op een stoel zitten. En... gezondheid kan ik ook nog in investeren. Oh, dat is best duur. Afstandswapen. Nou, dan kan ik... Oké, okay. Oh, dat is echt een hoop te kiezen, zeg. Duizelingwekkende aanval hebben we ook nog. Nou, weet je wat? Laten we die maar doen. Laten we gewoon maar even in het sluipen investeren. Hier zo, dan hebben we dus dit. Opgaan in de omgeving. Laten we die maar pakken. Ja. Kunnen we dus blijkbaar gewoon ons nog beter verstoppen dan normaal, zeg maar. En voor de rest kan ik niet zoveel meer kopen. Ik heb nog 1 punt over. Dat doen we dan de volgende keer wel. Dan gaan we eens even hier kijken. Café Theater. Wat een geschreeuw. Ik doe helemaal niks. Iemand zei, je kunt de hut ook aanzetten. Dan zie je ook je gezondheid. Dat zie ik nu niet. Wat, moet ik die van eruit halen? Oh, waar is hij nou? Daar. Hopsakee, kom op, we pakken de dief even. Hoppakee. Die van eruit gehaald. Opgelost. 1 van 5 menigte evenementen gedaan. Goed. Ja, ondertussen gebeurt er van alles op straat. Die kunnen ze van alles doen. En dat is wel heel leuk. Dat opgaan in de omgeving. Dat is dus bijvoorbeeld hier. We kunnen hier gaan zitten en dan vallen we niet meer op. Nu ziet niemand mij, blijkbaar. Maar tussen deze 2 gozers in zit. Oké dan. Nou. Het probleem is wel, als het dan paniek is, moet ik het wel zien te onthouden. Maar goed. Dat is een mooie hoge toren. Laten we daar eens even opgaan. Deze prachtige kerk. Of wat is het? Weer een kerk. Dan gaan we hier naar boven. Ah, je hoort hem al. Zie, daar is dat beest weer. Hier een puntje op. Kunnen we hier verder naar boven? Prachtig. Nou, dan hebben we hier weer prachtig uitzicht natuurlijk. Yes! En synchroniseren. Ja, fantastisch. Heel mooi. Nou, een soort eiland is het. Met een paar bruggen. En we zijn weer terug. Nieuwe snelreislocatie ontgrendeld. Nou, hier ga ik ook een dikke vette punt achter zetten. Kijk, hij is nu al op onze kaart aangeschreven. Dus we hebben nu... ook dit deel van de stad is nu zichtbaar. Dat is leuk, er valt ook weer genoeg te ontdekken. Maar goed, dat ga je de volgende keer zien. Ik wil je bedanken voor het kijken. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel deze video met iedereen. En dan zie ik je dolgraag de volgende keer weer terug. Bye bye!